Kees, een uitstekende week voor jullie. Door in de beker, hè? Almere City verslagen, nog wel in een uitwedstrijd. Helpt dat denk je mee in de voorbereiding op het duel tegen Dordrecht? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we met een lekker gevoel de wedstrijd in gaan. Dat is een mooie overwinning, 3-0 uit bij Almere. Nou ja, goed, Dordrecht heeft verloren, dus die zijn gebrand om te winnen. Dus ik denk dat het een mooie wedstrijd gaat worden. Ja, ik denk dat jullie vertrouwen hebben getankt, hè, uit die wedstrijd tegen Almere City. En ja, bij Dordrecht klinkt het nog wat anders, hè, want die zijn natuurlijk uit de beker geknikkerd door Capelle. Klopt, klopt. Dus die hebben alleen alleen de competitie nog op zich op te focussen. En nou ja, die gaan natuurlijk vol in de strijd, die willen niet 2 keer in 1 week verliezen. In de beker gewonnen, hè, bij de laatste 16. Maar het zou ook wel weer eens lekker zijn, denk ik, om een wedstrijdje in de competitie te winnen, of niet? Klopt, ja. We spelen de laatste tijd even wat beter voetbal. Alleen de resultaten blijven achter. We maken onze kansen niet echt af in de competitie, terwijl we dat met de beker wel doen. En nu moeten we dit weekend het tegendeel bewijzen dat we dat wel met de competitie ook kunnen. Maar hoe zuur is dat? Beter spelen en dan toch geen resultaat boeken? Ja, dramatisch. Maar ja, goed, als keeper zijn, dan kan je daar weinig aan doen. Dan ben je toch een beetje machteloos achterin. Dordrecht, die wedstrijd vrijdag uit. Ja, wat zijn de kansen voor als je de mol zijn? Ik denk als we ons voetbal spelen dat het niet slecht is. Ik bedoel, ze verliezen ook de bekerwedstrijd tegen, ik denk, een mindere tegenstander dan ons. Dus ik denk dat de kansen aardig goed zijn.